op het grootste carnavalfeest in Vlaanderen. Welkom, goed gelunste! Elk jaar is het een traditie, dames en heren, lieve carnavalisten, dat één prachtige provincie het feest der goed gemutste organiseert. En bij deze hele lieve harte welkom in West-Vlaanderen. Ik wil ook van de gelegenheid profiteren om je allemaal een fantastisch 2023 toe te wensen. En natuurlijk veel rood, geel en groen om het ganse vijfde seizoen weer kunnen carnaval te vieren. We gaan eraan beginnen, lieve carnavalisten. We gaan er officieel openen deze avond. En ik vraag uw aandacht voor de mensen die u regelmatig in ziet met de witte jassen. Ze komen u bezoeken in 5 provincies. En ze zijn allemaal hier deze avond. En als jullie de commissaris ziet, klap even in de handen. Maar klap mee voor niemand minder. Opmars voor Fem Vlaanderen! Van onze 5 Vlaamse provincies. Ik heb nog een paar vragen. Ik ben eens eventueel benieuwd. Wie zit hier eigenlijk in deze fantastische armdubbel? Ik ga toch even vragen, waar zijn de carnavalisten? Ja! Meneer de voorzitter, ik denk dat ik met zo'n bende en zo'n leuke, gezellige mensen in deze armdubbel graag u de micro wil geven. Graag het woord wil geven, dames en heren, aandacht voor de nationale voorzitter van Fem Vlaanderen, Jeroen Mellingsen.
Een bijzonder goede avond, dames en heren. En in naam van de Federatie Europese Narren Vlaanderen een fantastisch 2023 toegewenst in de eerste plaats. Het is van 2020 geleden dat we de kans kregen om de carnavalisten van gans Vlaanderen te verzamelen. En het doet ons bijzonder veel plezier dat jullie vandaag naar Brederen zijn afgezakt voor dit 49ste feest der Goedgemutste. En we zijn daar bijzonder fier op en ik wil het toch zeggen, ik heb het daar straks op het stadhuis of het gemeentehuis ook gezegd. Er is één zaak die jullie goed in jullie oren moeten knopen en ook de politici overal, zonder u allemaal, want ze denken soms van bovenop leggen we carnaval op. Maar het zijn jullie hier allemaal stuk voor stuk, die echte carnavalisten, die echte vrijwilligers, die ervoor zorgen dat carnaval in Vlaanderen in stand blijft. Dus ik zou zeggen, geef jullie zelf een fantastisch applaus. Ik zou aan mijn taak als voorzitter tekortkomen, moest ik de mede-organisator van vanavond, en dat is het Bredens Carnavalcomité, niet danken voor hun inspanningen die zij geleverd hebben. Ik zou zeggen, je ziet, er komt nog volop volk binnen. De sfeer zit erin en ik zou zeggen, laten we er samen een heel mooi feestje van maken. Met een glas in de hand, met de nieuwjaarswensen, maar vooral met veel liefde voor het carnaval. Heel erg bedankt voor jullie komst en afsluiten doen met een drievoudig Ala Vlaanderen! Brederen! Dankjewel, meneer de voorzitter. En van de ene vier nationale voorzitter naar een andere voorzitter. Een man die heel wat zweet heeft gelaten, niet hij alleen. Maar ook iemand naast hem, hard gewerkt en een heel ploeg hard gewerkt. En ook met veel plezier, lieve carnavalisten, geef ik hem ook heel graag het woord natuurlijk. Dat is de voorzitter van het organiserende, fantastisch feest hier in Brederen. Voor het Bredens Carnavalcomité, uw voorzitter, Mario van Bijlen. Beste carnavalisten, sympathisanten en vrienden, namens het bestuur van Bredens Carnavalcomité heten wij jullie van harte welkom op het feest der goede gemutsen van Vlaanderen, hier in het Stadsbesluitcentrum te Bredene. Voor ons is het dan ook een grote eer dat wij, het Bredens Carnavalcomité, dit te mogen organiseren. Natuurlijk dragen wij dit aan twee belangrijke personen die we jammer genoeg verloren hebben, zijn namelijk de heer Ansie Werner en de grote Erik. Dit was dan ook de grote wens van de Ansie Werner om dit nog eens te mogen doen, maar jammer genoeg kunnen zij het niet meer meemaken. Daarom vraag ik voor iedereen die in de komende 2 jaar overleden zijn, of 3 jaar, dit coronatijd 1 minuut stilte. Dank u wel. Daarom dank u wel iedereen. Ik heb klaargestoken om het werk van haar papa dan ook verder te zetten en uw wens in vervulling te brengen samen met het nieuwe bestuur van Bredens Carnavalcomité. Zullen wij dan ook zijn werk verder zetten? Wij danken dan ook de gemeente van Vlaanderen voor de goede samenwerking en nog genoeg praten. Laten we nu vooral leuten, vriendschap en respect carnaval vieren. Wij sluiten af met een drievoudig Alaaf, Alaaf, Alaaf. Dankjewel Els, dankjewel aan onze sympathieke voorzitter Mario. En van de ene voorzitter gaan we naar de deur. Ze hebben het juist verteld, dames en heren. Even wat recht zetten. Ik zou niet graag hebben dat de burgemeester zelfs op zijn knieën moet zitten. Als op de schepen. Gaan we naar het gemeentebestuur van Brederik. Graag even het woord. Eerst uiteraard aan onze schepen van cultuur. Die graag wordt geplaatst. Dan ook onze burgemeester. Schepen, alsjeblieft, voor u. En de microfoon.
iedereen. Welkom in Bredene aan het Staffensluis. Ik ben schenk van cultuur, maar ben ook in de tijd Prins Carnaval geweest in Bredene 2008. Bibber, en ben dus ook een lid van het Hof der Prinsen Bredene. Dus zoals jullie horen, ik ben nog altijd verweven met het carnaval. En het doet deugd om zoveel carnavalisten hier te zien in Bredene. Gaan jullie hier vanavond een feestje bouwen? Ja! Gaat er een feestje zijn? Ja! En nu geef ik graag het woord aan onze Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester Steve van den Bergen. Ja! Een hele goede avond, carnavalisten. Welkom in de mooiste kustgemeente van de kust. En jullie krijgen vanavond, als jullie gedaan hebben met feesten, allemaal een gratis ticket voor het Naagstrand. Dus vannacht om 4 uur allemaal een ticket aan de deur en dan mogen jullie allemaal in je bloeten gaan zwemmen. In ieder geval, maar vooral veel plezier en welkom in onze gemeente. Dank u wel. Amai, geweldig! Bedankt iedereen om hier zo massaal aanwezig te zijn in het prachtige Staffensluis. Mensen, na 3 jaar terug het feest de Goede Mensen te kunnen vieren en na 10 jaar terug in West-Vlaanderen, ik zou zeggen, geef er een lap op. Ik ben trots als West-Vlaams commissaris om hier te kunnen staan. Bedankt iedereen om hier te zijn. Voor ik afsluit met een drievoudige halaaf, nog een drievoudige merci. Merci aan alle medewerkers, vrijwilligers en het Bredens Carnaval om dat hier tot stand te brengen. Merci, Fan Vlaanderen, dat ik deel mag uitmaken van deze schitterende familie. En merci, carnavalisten, dat jullie hier zo massaal aanwezig mogen zijn. Bedankt, Alain. Bedankt, carnaval. Bedankt, iedereen. Dank u. Dat waren onze sprekers, lieve carnavalisten. En het is mij altijd een waar genoegen dat ik vanwege de organisatie van Fan Vlaanderen elk jaar een kleine primeur mag aankondigen. Dat is het volgende. Waar gaan we naartoe volgend jaar? Zijn we nieuwsgierig? Ja! Wel, dames en heren. Wij gaan volgend jaar naar een heel mooie provincie. Er is een provincie. Antwerpen! Wij gaan een feest der goedgemutsten. Het wordt een jubileumfeest, de 50ste editie, gaan we organiseren op 6 januari 2024. En uw gastheer dan op deze beruchte 50ste editie, dames en heren, is carnavalvereniging de Bokkenrijders van Putten. Dat betekent dat wij graag de voorzitter van uiteraard van Antwerpen in het midden van onze dansvloer gaan vragen. Dat is onze goede vriend Piet. En dat West-Vlaanderen de vlag zal overhandigen aan Antwerpen. En die zal zich neerhouden tot volgend jaar 6 januari. Dankjewel en proficiat provincie Antwerpen. En dan blijft er het laatste punt nog over, dames en heren. U weet het, het is van Europa, Vlaanderen. En dan wil ik toch even je aandacht alsjeblieft om even stil te staan. Ook bij mensen die ons verlaten hebben, de mensen die er meer zijn. Maar ook even stil te staan met het Europees, ofwel het Europa Volkslied.